En dan komt het allemaal goed. En dan komt het allemaal goed. Er zat zo net een bedelaar in het Noordstation. En er was iemand die wou die een centje geven. Maar die vroeg wisselgeld. Dat had ik nog nooit gezien. Dus je geeft iets aan een bedelaar en je vraagt, kun jij wisselen? Maar hij gaf tenminste niets. Proximus badge. En welke nog? Die moet ik herkennen. Deze denk ik dat ik die herken. Ja, yes. Laat eens zien. Oh, ik dacht dat we gingen shoppen. Nee, nee. Niet shoppen? Nee. En dan is er nog één, hè? Ja, toch deze? Of ga ik die nog houden vandaag? Oh. Nog houden misschien. Toch. Ja, ik zal ze vrijdag binnenbrengen. Ik ga nog met de trein naar huis en dan kom ik vrijdag met de auto terug. Ik ben dus inderdaad bij Proximus vertrokken en ik dacht, ik geef daar toch een woordje uitleg aan. Want mensen zeggen mij, Proximus, zo'n fantastisch bedrijf, waarom vertrekt je daar dan? Of om het met de woorden van mijn schoonmoeder te zeggen, Koen, jij zat daar nu toch al hoog, dan moet je niet weggaan. Wel, het is zo dat toen ik daar 2,5 jaar geleden begon, dat ik toen al gezegd had, die job van Head of Innovation, ik zie mezelf dan maar 1 of 2 jaar doen. Want nu moet die afdeling nog opgestart worden. We moeten een team selecteren, we moeten processen uitdenken, we moeten een governance model in place zetten, we moeten zien welke projecten we gaan doen, we moeten al die projecten opstarten, dat in een structuur gieten, zien dat de organisatie die verder kan dragen. Heel die Santé Boutique, dat duurt even om op te zetten. Maar na 1 of 2 jaar zie je dat dat allemaal begint te draaien, dat dat loopt, dat dat allemaal er is. En dan begint voor mij persoonlijk zo'n beetje, ja, dan begint het te jeuken. En dan begin ik al te denken, wat gaan we nu doen? Want dat dagdagelijks managen van die operationele situatie, dat is niet echt iets waar ik goed in ben, of alleszins iets wat ik niet zo graag doe. Ik ben liever bezig met het opstarten van nieuwe dingen, met het meer ondernemende stuk van de job. En dus na 2 jaar, en dat is nu waarom Proximus zo'n fantastisch bedrijf is, na 2 jaar heb ik dan de kans gekregen om iets helemaal anders te gaan doen, om niet meer in de zijkant van de business nieuwe business te gaan uitdenken, maar om in de core van onze business te kijken hoe we de ervaring kunnen verbeteren. En dat project was Proximus Move. Voor degenen die dat niet kennen, ik zal de link onderaan in de beschrijving zetten naar een case movie die onze partner Wijs daarover gemaakt heeft. Dus dat moet je maar een keer kijken. Dus Proximus Move was voor mij een fantastische ervaring. Maar toen dat we terugkwamen uit Gent, stelde de vraag zich natuurlijk, wat gaan we daar nu mee doen? En mijn persoonlijke voorkeur, die ging naar het, wat we noemen het carve-out model. Dat is wat we daar geleerd hebben in Proximus Move. Daar een aantal mensen van Proximus nemen en die in een aparte entiteit steken en daar iets nieuw commercieel mee gaan opstarten. Maar geleidelijk aan in de gesprekken met onze CEO werd het mij duidelijk dat dat op dit moment niet is wat Proximus nodig heeft. Proximus heeft andere behoeften en wat Proximus Move gedaan heeft is goed en dat heeft heel wat teweeg gebracht binnen Proximus, maar daar gaan we nu intern binnen Proximus iets mee doen. En ik mag natuurlijk niet vertellen wat, want dat zou misschien wat informatie naar de concurrentie geven die we niet willen dat die publiek beschikbaar is. Hè. Maar ik kwam tot het besef dat wat ik wilde doen en dat wat Proximus nodig had, dat dat niet meer hetzelfde was. En daardoor heb ik dan ook gezegd, ja, als ik dan op die stoel van Head of Innovation blijf zitten, dat zou niet eerlijk zijn. Want dat is niet wat Proximus nu nodig heeft. Dus dan heb ik ook beslist om te zeggen, kijk, ik ga weg bij Proximus. We gaan een vervanger zoeken voor mijn job als Head of Innovation. En ik sluit niet uit natuurlijk dat ik nog samen met Proximus of voor Proximus dingen ga doen. Maar het zal dan misschien eerder als freelancer zijn, als consultant voor specifieke opdrachten. Ik zie mijn eigen dat ook niet in de komende 6 maanden doen, nog bij Proximus. Ik ga eerst een beetje nadenken en een beetje verkennen. Misschien wat voor andere mensen of voor andere klanten gaan werken. Maar dat is dus de reden dat ik bij Proximus vertrokken ben. Hetgeen wat ik wilde en hetgeen wat Proximus nodig had, dat was op dit moment niet meer in lijn. Dus dan heb ik gezegd, dan gaan we afscheid nemen. Het ontbijt bestaat vandaag uit chocolade-ei-schijfjes. Dat ziet er best wel artistiek uit eigenlijk, hè? Kijk, hier kent je nog een stukje pistache en noot. En dat zal praliné zijn. Smaken zijn nog goed te herkennen. Ik moet zeggen dat dat echt wel super lekker is, hè? Heel goed chocolade-eitjes. Misschien heb ik nu wel iets nieuws uitgevonden. Gesmolten eitjes, een beetje door elkaar gemengd en dan terug in schijfjes gesneden. Wordt een nieuwe culinaire topper.
zo begin ik graag te werken, ze. Met een volledig wit blad. Bezoek bij de BTW-administratie en je krijgt hier zo een badge. En die moet je dan voor de deur houden en daarmee mocht je binnen. Dat is goed geregeld om kwade klanten tegen te houden, denk ik. Het ruikt hier wel zo'n beetje naar ziekenhuis, vind ik. Ongelooflijk, ik ben 2 minuten binnen geweest, kijk. En mijn BTW-nummer is al terug geactiveerd. Zo snel gaat dat hier. Toffe mensen, efficiënt in dienst. We zijn hier in de Zonvloed. Dat is een boekenhandel, kijk. Allemaal boeken. En hier is ook een toog. En die meneer daar, die maakt lekkere koffies. En dan kunnen we hier een goeie klapje doen. Hé, hey, Klo, zo is het, hè. Ik zit hier met Klo een koffie te drinken. Favoriete plek in Mechelen. De hippe plek in Mechelen. Ja. Ik word hipster en ik ga naar Mechelen verhuizen. En dan kom ik hier zitten. Moet ik dan geen baard hebben? Zo. Ja, toch. Tot ja, hier, hè. Tot hier, ja. En elke dag zorgen, hè. Kom in orde. Mechelen, de nieuwe hotspot voor hippe winkels, hè. Er komt juist een bakfiets voorbij nog. Bijna met een trein gemist. De Alfa Romeo waar ik mee naar het station rijd, die doet alleen maar de ritjes van thuis naar het station. En dat is altijd maar 2 kilometer. Dus na een tijd, die batterij, ja, die wordt nooit voldoende opgeladen. En dus morgen had ik er dus van, hè. Hij wou niet starten. Gelukkig heb ik altijd een reservebatterij liggen en startkabels. En ik heb die dan aangehangen en hij startte onmiddellijk. En ik ben wel zo slim geweest om die reservebatterij en die startkabels gauw even in de koffer te gooien. Want anders kom ik straks terug aan de auto en dan wil die weer niet starten natuurlijk. Hè. Waar is die pauw? Hé, hey, waar is die pauw? Ik heb geen idee eigenlijk hoe ik zo'n pauw zou moeten vangen, dus... Zullen we maar terug naar huis gaan, hè? Dat gaat lopen. Nee, die gaat niet weggaan. Oei, dat zit hier aan ons. Iedereen komt kijken. Heel de buurt staat er. Handige feature van BMW. Alle gegevens wissen. Ik ben hier aan de kaaien in Antwerpen. En ik ben op bezoek bij Yuki, de toekomst van het boekhouden. Niet dat ik boekhouder wil worden of zo, maar ik wou Mark Koppens nog eens zien. Ik meld me hier aan en ik zeg, ik ben Koen. En ze vragen mij, ja, Koen van welke firma? Ik zeg, oei, Koen wil voor nu gewoon, hè. Dag Mark, ik wou je juist een hand geven, maar je hebt een koffie vast. Ik ben hier voor de laatste keer in de Proximus Store om afscheid te nemen van onze, ik mag nog één keer zeggen, onze CEO. Hè? Nee, absoluut. Onze CEO Dominique Leroy. En ik heb eigenlijk maar één vraag voor Dominique. Binnenkort ga ik dus ergens anders werken, voor een andere CEO. Uh-huh. Wat zou je die persoon aanraden als die met mij gaat werken? Waar moet die op letten? Ik denk eerst en vooral ga je er veel hebben aan Koen. Hij is zeer creatief. Maar omdat hij zo creatief is, moet je toch goed afstemmen van wat wil je bekomen, hoe wil je het bekomen. En dan komt het allemaal goed. Mooi vakje maken voor mij. Ja, dat was het advies van Dominique voor mijn nieuwe CEO. Of voor degene voor wie ik zou gaan werken dan. Maar zelf heb ik natuurlijk ook een advies nodig. En dat advies heb ik nodig van jullie. Ik ga vandaag niet vertellen wat ik ga doen, ik ga vandaag ook niet vertellen wat ik nodig heb, maar in de vlog van volgende week, daar ga je zien welke richting ik uitga en hoe jij daarmee kan helpen. Dus stay tuned en kijk zeker naar de vlog van volgende week maandag. Oh, dat ruikt hier goed. Dus ik kom hier binnen en wat zie ik hier? 3 schalpen, vlogger van het eerste uur, met een professioneel tripod, net zoals Casey Neistat. En dan ga ik toch binnen, Ingrid. Als wij in het veld gaan lopen, dan lopen we in het veld, hè. Zo in het bos lopen, dat is toch een pakje gezelliger dan in een omgeploegd veld, hè. Stel op de hondenclub. Altijd een feest. Palen tekort en zo. Dus Pasen bij ons moeder, dat zit altijd hapjes. Ingrid? Nee, Ingrid?